Water hebben we hard nodig en ik vind het heel leuk om te zien dat er zoveel mensen gekomen zijn op dit eigenlijk heel erg unieke moment. Ik ben John Smits, ik ben directeur van het landgoed. En ik ben ontzettend blij dat we na heel veel jaren werken hier staan met een resultaat waar we nu al, althans ik ben er nu al erg trots op. Want het is, er is een, wat we hier doen is iets waar al heel lang aan gewerkt is. Dit eerste pand is al geplaatst, het tweede pand komt op deze plaats. Die krijgt iets langer, die is iets hoger, omdat die een lager begint. Het hout, dat hoor jullie zo meteen van Jeroen Oorschot, dat is, komt allemaal van het landgoed, maar hier kan ik verder niet over lucht maken. Uiteindelijk komt hier weer een sporenkap over. Uiteindelijk kwam er 22,11 kuub hout netto was nodig voor de bouw. Bruto heeft dat betekent 70 kuub aan bomen die we gezaagd hebben. Nou, daar gaat het kroondeel blijft sowieso in het bos of wordt als brandhout verwerkt. En een aantal minder mooie delen worden op een andere manier verkocht. Goedemiddag. De nieuwe watermolen. Of het is natuurlijk de nagebouwde watermolen. Jeroen, jij bent er al die tijd natuurlijk een beetje bij betrokken geweest. Mm-hmm, ja. Jij gaat binnenkort weg. Klopt. Ja. Jij gaat wat anders doen. En Paul gaat jou vervangen hier. Ja. Kun je wat vertellen over de watermolen en hoe het de afgelopen weken, maanden is gegaan met herstel? Ja. Absoluut, ja. We hebben keihard gewerkt met een aantal aannemers, vrijwilligersgroep, om natuurlijk die reconstructie van die watermolen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En dat betekent eigenlijk dat we begonnen zijn, daar zijn jullie bij geweest, de aftrap van de bouw is eigenlijk het herstel van het gebouw. Is dat gebouw nu klaar? Ja, behalve de binnenkant, denk ik. Ja, dat je daar nog. Ja, het gebouw was vorig zomer klaar. Daar zijn we natuurlijk blij mee, want het raakte steeds verder in verval. Dus het is nu weer bestendig. En ook een mooier visitekaartje natuurlijk.
Maar daarna hebben we fase 2 zijn we gaan organiseren. En dat betekent dat het maalwerk in voorbereiding is gegaan. Nou, we hadden het nodige hout op het landgoed gekapt. Eikenhout, dennenhout, larix, sparrenhout. En daarvan hebben we door een molenbouwer eigenlijk het hele draaiwerk, zowel buiten als binnen, laten reconstrueren. Dus het is echt een namaak van hoe het vroeger was. Ja. En ook zo dat het kan gaan draaien. Dus het, is, het wordt maalproof, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Ja. Ik kan me ook herinneren dat jullie ook echt diverse maten nodig hadden. Ja. Omdat er natuurlijk hele dikke balken zijn, hè, die erin zitten. Ja. En, ja, de allerdikste balk die ligt hier, dat is de koningsas. Ja. Die, daar zit het waterrad omheen en die steekt naar binnen. Nou ja, hè, je kunt het bedenken, die drijft dus het maalwerk binnen aan. Dus die as, nou, daar hebben ze in Bergharen bij de molenbouwer met eigen smeedwerk helemaal metalen onderdelen aangemaakt. En lagers en weet ik wat allemaal, om te zorgen dat dat goed kan draaien volgens het oude principe. Ja, ja. We moeten er alleen nog wel een beetje water bij komen. Er moet nog wel een beetje water komen. Wat je nu ziet is met name regenwater. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft de beek opnieuw beleend. Dus het water blijft nu wel goed staan. Nou ja, hier zit bijvoorbeeld een gat waar het toestromende water doorheen kan. Zodat het rad wordt aangedreven. Maar inderdaad, wat je zegt, dan moet er wel water zijn. Daar wordt aan gewerkt door het landgoed, het waterschap, een aantal ondernemers uit de regio. Die samen aan het nadenken zijn hoe we dat water nou hier gaan krijgen. Want het water is hier vroeger natuurlijk wel geweest. Ja, hè? Absoluut. Want de molens werden gewoon aan het water gebouwd. Klopt. Ja, zeker. Dat zie je eigenlijk op de hele Veluwe-rand. Zowel aan de oostkant als aan de zuidkant. Dat er best veel watermolens waren. En ook andere industrie die met water verbonden was. En dat was inderdaad omdat die beken en die sprengen hier waren. Dus daar hebben mensen op ingespeeld. Nou ja, dit is een van de 7 watermolens die in dit gebied stonden. En inderdaad, ja, er vindt verdroging plaats. Dat is al een proces wat al decennia gebeurt. Hè. De industrie, wij mensen hebben drinkwater nodig, industrie heeft water nodig, landbouw heeft water nodig. Dus op verschillende manieren wordt er water onttrokken uit het grondwater. Nou ja, een sprengenbeek, hè, wat dus de beken in het Renkumsbeekdal ook zijn, die wordt gevoed door een sprengkop, een grondwaterpunt. Ja, ja. En die staan op plekken nou droog. Beken op een andere plek in het Renkumsbeekdal hebben wel water. Maar er is een paar jaar geleden gekozen om vooral daar het water heen te leiden vanuit ecologische belangen. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk en waardevol. Maar goed, daardoor staat de molenbeek nu droog. Maar dat is waarschijnlijk gebeurd voordat jullie plannen hadden om die molen hier weer nieuw leven in te blazen. Ja, wel voordat het concreet werd inderdaad. Ja. Nou goed, en wij als landgoed staan we ook voor ecologie. Dus in die zin vinden we het ook belangrijk dat die andere beken water hebben. Maar goed, wij hopen en werken erom om dat hier toch ook... dan maakt die watermolen natuurlijk een klein deel uit, hè, van het beheer over het hele landgoed. Hè, wat jij gaat doen en wat jij hebt gedaan. Ja. Vind je het nou niet jammer dat je eigenlijk halverwege zo... vind ik erg jammer. Ik krijg hele goede opvolging. Hè. Paul die gaat dat perfect doen. We kennen eigenlijk voor ons allebei geldt dat onze eerste stappen bij... in het bosbedrijf waar wij voor werken, ook op Kwadenoord waren, al 2007, 2008. Ja. Dus we hebben allebei al langjarige kennis van het landgoed. En we kennen het bos goed. En dus ook Paul die gaat dat voortreffelijk doen. Maar ik vind dat zeker jammer. Ja, dit was wel een uitdaging. En toch ook wel heel bijzonder om voor een familie een landgoed te mogen beheren. Maar ik kom wel eens kijken, toch? Ik kom zeker kijken. Ja. Dus dat als kind van 12 kampeerde ik hier al. Dus dat, dit zal zeker ook niet de laatste keer zijn. Ja. En voor jou is het dus ook geen onbekend terrein, hoor ik. Nee, klopt inderdaad. Sinds 2008 loop ik hier toch eigenlijk wel jaar rond om Jeroen te ondersteunen in het beheer. Dus ja, er zijn weinig onbekende hoekjes op het landgoed. Nou dat scheelt wel een stuk natuurlijk, denk ik. Ja. En zo'n watermolen, hoe uniek is dat nou op een landgoed, dat er zoiets gebouwd wordt? Ik denk dat het best apart is. Ja, dat is hartstikke bijzonder. En er zijn weinig plekken in Nederland waar ik weet dat ze
dit soort eigenlijk historie weer helemaal een nieuw leven kunnen inblazen. En dat dat echt gekoppeld is aan het landgoed en de oorsprong van het landgoed eigenlijk. Ja, maar jij zul je denk ik wel gaan bezighouden met hoe we dat water nou hier weer naartoe moeten gaan brengen. Want dat is wel een wens, hè? Begrijp ik een beetje uit jullie. Het is wel de bedoeling dat het hier straks gewoon lekker gaat stromen. Ja. Nou ja, we hadden vanochtend nog een overdrachtsvergadering met de renmeester. En toen kwam het weer ter sprake van hoe gaan we dat nou doen? Wie hebben we nodig? Ja. Waar kun je bijvoorbeeld een buffer, waterbuffer maken? Dat soort dingen. Ja. Ja, ja. Het is ook voor het behoud van die molen. En het verhaal kunnen vertellen is dat water natuurlijk gigantisch belangrijk. Ja, ja. Kijk, het feit dat die molen verdwenen is, was omdat de industriële revolutie op gang kwam. Maar het systeem functioneert nog gewoon. Nou, er is hier in de hele omgeving geen voorbeeld meer. Nee, terwijl eigenlijk wel heel veel industrie rondom het Renkersbeekdal daar is ontstaan. Ja. Dus het is ook een geschiedenis technisch is het gewoon precies. En het is natuurlijk vreselijk zonde van het werken als het straks niet kan werken. Ja, absoluut. Ja. Hentje, je doet dan het beheer, hè? Maar waar bestaat dat beheer uit zo'n landgoed nou eigenlijk uit? Ja, dat begint eigenlijk in de basis met het bosbeheer. Er staan op het hele land goed bossen. Die moeten beheerd worden, jaar rond. Daar komt een stukje veiligheid bij kijken. Daar komt een stukje vitaliteit van het bos bij kijken. Ja, ja. Daarnaast het onderhoud van de wegen. Dat iedereen kan wandelen. Dat de bewoners van het landgoed ook bij hun huizen kunnen komen. Daar zitten een aantal pachters en huurders waar je contact mee hebt. Ja, ja. Er is een hele betrokken vrijwilligersgroep. Daarmee contact houden, kijken hoe zij kunnen ondersteunen in het beheer. Ja. Dus er komt van alle kanten van alles op je af. Gebouwbeheer, we hebben nog een monumentaal huis wat ook onderhouden moet worden. Dus dat hoort er ook bij inderdaad. Het is best veelzijdig eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Heb je er zin in? Ja, heel veel. Ja? Nee, ik heb jarenlang doe ik al vergelijkbaar beheer, ook op landgoederen. Ik beheerde een landgoed van 70 hectare waar het vooral over bosbeheer ging. Nu is het ruim 200 hectare waar veel meer aspecten bij komen die ik in allerlei andere klussen ook al wel deed. Maar het is fantastisch dat nu samenkomt. Ja, leuk. Ja. Nou, wens ik je vast heel veel succes en we zullen elkaar in de toekomst wel tegenkomen, denk ik. Ongetwijfeld. Nou, buiten is een heel werk te zien van hout, maar hier binnen is het eigenlijk nog houtiger. Indrukwekkender. Ik zie vooral nieuw hout, hè, denk ik. Ja. Klopt. Ja. Al het hout wat je ziet is nieuw, is uit eigen bos, los van een aantal stukken hard hout. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de tanden van de tandwielen, dat moet heel, heel hard hout zijn, zodat het niet snel slijt. Ja. Nou, dat is hout wat wij niet op het landgoed hadden groeien, dus dat heeft een molenbouwer van ergens anders geleverd. Met uitzondering van acacia hout, dat hadden we hier wel staan. En dat kon hij gebruiken in plaats van een ander harder hout. Dus dat was alsnog leuk om toe te kunnen passen. Maar inderdaad, dit is eigen eik. En verder in het, met name in het dak zit eigen hout, larix, fijnspar. En echt allemaal van het landgoed hier, dat is allemaal van het landgoed, ja. Dat is wel gaaf natuurlijk. Ja, dat is heel gaaf. Ja, absoluut. Ja. En moet je dat nou vaak vervangen dan? Zo'n, want ik kan, ook al is het hard hout, het zal toch wel slijten. Ja, nou ja, dat kijk, over de vervangingstermijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar je moet natuurlijk onderhoud plegen. Er zitten allemaal wiggen. Ja. En die moet je regelmatig aantikken of weer wat losser halen. We waren toevallig laatst bij een houtzaagmolen op een andere plek. En daar legde die molenaar dat ook helemaal uit. Dat met name bijvoorbeeld vorig jaar toen het zo droog was, dan gaat het hele gebouw gaat werken. Ja. Dus dan moet al het hout bijgesteld. En daarna werd het weer nat, werd het winter. Dan moet je weer aan de slag. Dus als molenaar ben je niet alleen maar aan het malen, maar ook onderhoud aan het plegen. Ja, dat soort zaken aan het doen. Dus dat, en als je dat doet, dan voorkom je natuurlijk slijtage. Ja. Nou, het is natuurlijk wel hout op hout wat werkt en draait. Dus je geheid dat er wat een keer wat afbreekt. Blijf bezig. Ja, iedereen kent de houten deur wel die je in de zomer niet meer open krijgt, tenminste. Precies. In mijn huis wel. Dus je blijft er dus eigenlijk altijd mee bezig. Ja. Komt er straks, als er water loopt en dat ding werkt, komt er dan ook een molenaar? Dat is wel de bedoeling. Ja, en of dat dan een vrijwilliger is, of dat het een vereniging wordt, daar zijn we naar aan het kijken hoe dat dan georganiseerd moet worden. De vraag is ook hoe vaak er gemalen gaat worden, of het een product wordt, of dat het meer voor de sier gebeurt. Ja, ja. Wat we met deze ruimte gaan doen, hè, want er is natuurlijk het maalwerk staat hier. Maar je hebt hier wel een plek waar je misschien
meel kan verkopen of bier of brood of een borreltje kan schenken. Of wat. Want dat werd er vroeger mee gemalen? Kwadenoord is een boerenbedrijf. Zo is het ooit gesticht. 150 jaar geleden was het akkerbouw, bosbouw. En 100 jaar geleden kwam er camping bij. Mm-hmm. Die molen die was er altijd tot ook 100 jaar geleden. Toen stopte het. Dus het graan van de eigen akkers. En ik denk ook eerlijk gezegd van de omliggende akkers. Hè, van andere boeren. Ja, ja. Werd hier gemalen. En waarschijnlijk ook voor een deel in de molen in Renkum. Of op andere plekken. En werd verkocht. Of voor eigen brood en producten. Ja, dat doet de Renkumse molen natuurlijk ook. Ja, dus, precies. Ja, exact. Die had dezelfde functie. In 1700, toen deze molen startte, was het een papiermolen. En later is hij omgebouwd tot graan. Hoe lang hebben jullie er nou over gedaan om dit zo voor elkaar te krijgen? Hè? Nou. Dit zijn de spanten natuurlijk, van exact. Het gebouw zelf, maar daar zit een molen in. Ja, klopt. Het dak en die spanten, want die spanten zijn natuurlijk ook onderdeel van het dak, van de dakconstructie, die zijn na vorige zomer geplaatst. Vorig voorjaar hebben we de opening van de bouw met jullie ook gevierd. Daarna is het bouwproces begonnen en eind van de zomer was dat klaar, dus toen stond eigenlijk al het houtwerk, behalve het draaiwerk, stond er. En dit is helemaal in onderdelen in Bergharen bij de molenbouwer opgebouwd. Ik ben daar een keer op excursie of op werkbezoek geweest. En toen lieten ze me al die onderdelen zien. Nou, dan word je natuurlijk al helemaal enthousiast, want dan wordt het al wat. Wat ze daar ook deden was zelf smeedwerk doen. Want wat je ziet, banden, bouten, die zijn allemaal te groot om bij de bouwmarkt in dat te staan. Dat kan ik me voorstellen, ja. Dus die maken ze ook zelf. Dit is het product. Dit is de werkvloer. Hier komen nog planken overheen. Hier komen dus die maalstenen op. Hier komt een derde maalsteen. Want na 1910 was er ook te weinig water in de molenbeek. Dus toen ging door dit gat in de muur ging een aandrijfband. Er stond een benzinemotor achter. Dus toen werd er gemalen op benzine. Nou ja, dat heeft nog 10 jaar geduurd. En toen, ik kan me ook voorstellen dat niet rendabel was. Hè, want dat kost meer aan benzine dan het aan zeker met de huidige prijzen. Ja, exact. Ja, dat wordt het niet. Dus maar goed, voor het historische verhaal is dat gewoon wel heel leuk om te weten. Dus uiteindelijk waren er 3 maal units, zeg maar, waar dat graan gemalen werd. Ja. En hoe lang duurt dat ongeveer? Wanneer denken jullie dat alles af is? Nee, ik verwacht dat hier zeker nog wel een half jaar aan gewerkt wordt. Dat wil niet zeggen dat het niet een keer opengesteld wordt. Ik zou zeggen, hou vooral de website van Kwadenoord in de gaten om te zien of er een keer een open dag is. Of een monumentendag of een molendag. Op dat soort momenten zou ik me kunnen voorstellen dat... Kunnen jullie nou ook natuurlijk aan meedoen aan een molendag. Ja, exact. Ja, nou mogen we. Nou hebben we een molen. Ja. Dus, ja. Maar ja, dat is vooral ook aan Paul om te laten zien wat het wordt natuurlijk aan het publiek. En die komt er binnenkort weer aan, toch? Ja, augustus, meen ik. Ja. Dus wie weet gaan we daar open of op een ander weekend, een ander evenement. Ja. Leuk, ik denk dat mensen ook erg nieuwsgierig zijn. Nou ja, mensen hebben natuurlijk ook meegestemd op de molenprijs vorig jaar. Er zijn een aantal donaties binnengekomen die overigens nog steeds van harte welkom zijn. Maar dus er is op allerlei manieren is er meegedacht en meegeholpen. Dus mensen zijn dan ook uitgenodigd om te komen kijken natuurlijk als het gebouw open is. Ja. Leuk. Nou, wij blijven graag op de hoogte. Graag. Zorgen we voor. Ja. Komt voor elkaar.